In deze video wil ik je tips geven over het werken met een muispen of een tablet. Hoi, ik ben Riske van de Videomakers. Op dit kanaal helpen we jou bij het maken van betere video's. Door hier video's op YouTube te maken waar we allemaal dingen uitleggen. Daarnaast hebben we ook een website, check die hierboven even, waar we tips geven ook over video. Maar we hebben daar ook een hele mooie online videoclub. En in die online videoclub hebben we forums en groepen waar je met elkaar in gesprek kunt. We hebben een maandelijkse livestream waar jij met ons in gesprek kunt. We hebben er online cursussen waar je allemaal toegang tot krijgt. Dus het is echt vet leuk. Als je echt meer wil leren over het maken van video, kan ik je onze online videoclub zeker aanraden. Dus bekijk dat even. Nou, in deze video wil ik het gaan hebben over het werken met een tekentablet. En ik noem het een tekentablet en Gietje zei, nee, het heet een muispen. En dit is dan de muispen. Het is maar net hoe je het noemt. Ik heb het meestal over mijn tablet. Of over de Wacom. Want Wacom is een beetje het leidende merk hierin. Dus als je Wacom zoekt, dan vind je ook dit soort tablets. Maar er zijn ook andere merken hoor. Dit is gewoon degene die je het eerste tegenkomt waarschijnlijk. En ik heb laatst al een video gemaakt over het werken met tekentablets. Als je nog overweegt van moet ik dat doen? Heeft dat zin? Waarom zou ik dat doen? Dan kun je die video kijken. En daarin leg ik eigenlijk de verschillen uit tussen het werken met zo'n tablet of met een muis. En waarom zou je het een of het ander doen? En wat voor soort tablet gebruik je dan? Want er zijn ook verschillende soorten tablets. Dus daar heb ik het in die video over. In deze video wil ik het hebben over van oké, je hebt besloten dat je zo'n ding gaat gebruiken. En dan? Hoe ga je daarmee werken? En hoe moet je daarmee leren werken? En waar loop je allemaal tegenaan? Want ja, het kan best nog dat je tegen dingen aanloopt. Dus dat wil ik eigenlijk bespreken in deze video. Zodat je lekker vlot van start kunt ermee en ook niet opgeeft. Want dat hoor ik ook nog wel eens met mensen die dit willen gaan doen omdat ze denken dat het moet of goed is. En dan na een tijdje denken, nee, dit werkt niet voor mij. Terwijl ik denk, ja maar, geef het even de tijd. Dus deze video is ook om je daarmee te helpen. Ja, dus punt 1 wat ik graag met je wil bespreken is, het kost tijd om te wennen aan deze nieuwe manier van werken en accepteer dat. Want het is wel echt, ik vind het echt een aanrader om op deze manier te gaan werken, omdat het goed is, ook werkt het tegen RSI. Als je een muis gebruikt, dan zit je toch te veel met één houding op één plek. Of zo. Ik weet het niet eens echt goed. Ik ben geen fysiotherapeut. Ik kan dit niet goed uitleggen. In elk geval, het is wel volgens mij bewezen dat dit gewoon een manier is waardoor je meer in beweging bent, waardoor de bewegingen meer afwisselen, waardoor je minder snel last krijgt van RSI. Dus het is aan te raden als je veel op de computer werkt en ook juist dingen doet zoals videomontage of foto's bewerken, dat het fijn is om op deze manier te werken. Omdat het gewoon minder snel pijn oplevert. En dat is toch een reden om het te doen. En weet gewoon dat als je hiermee gaat beginnen, dat het in het begin wennen is. Dat je in het begin denkt, hé, en met mijn muis kan ik gewoon lekker klik, klik, klik doen. En hiermee zit je te zoeken in het begin hoe het moet. En ik ga je in deze video tips geven over hoe het moet. Maar mijn eerste tip is gewoon, accepteer dat het even duurt totdat je er een lekker gevoel bij hebt. Ja, ga er doorheen, want pas als je dat bereikt, kun je ook beoordelen of het nou beter voor je werkt of niet. Een van de dingen die ik ook nog wel gehoord heb, die volgens mij Gietje ook gehad heeft toen zij voor het eerst met zo'n tablet ging werken, is dat je het kan zijn dat je in het begin last krijgt van je schouder als je voor het eerst hiermee gaat werken. En eigenlijk lijkt dat dan, hè, we doen dit toch zodat je geen RSI krijgt, dan krijg je juist last van je schouder. Onze theorie daarover is dat het misschien komt omdat je in het begin te gespannen hiermee omgaat, omdat het een soort van moeilijk lijkt. Terwijl dat is het niet, je moet gewoon ontspannen. Goed advies toch? Dus waarschijnlijk als je er meer aan gewend raakt en je meer ontspannen ermee werkt, dan heb je geen last meer van je schouder. Gietje heeft nu geen last meer van je schouder, toch? Nee, ik ben er nu super blij mee. Gietje is ook overtuigd uiteindelijk, dus dat kan bij jou ook lukken. Weet gewoon dat als je aan het begin misschien wat spanning ervaart ermee, dan kan dat logisch zijn omdat het gewoon een nieuwe manier van werken is. Waar je niet aan gewend bent en dat is, kost even tijd. Ten eerste laten we even bespreken wat het grote verschil is tussen de muis en de pen-tablet. Namelijk dat je bij een muis moet je schuiven. Dus de muis, je weet het wel, als je een muis gebruikt, dan zie je het pijltje op je scherm. En als je het pijltje wil verplaatsen van onder in je scherm naar boven in je scherm, dan moet je daar naartoe schuiven met je muis. En soms haal je het niet in één keer omdat je muistablet of muismat te klein is. En dan moet je verder omhoog. Dus je moet helemaal overal naartoe bewegen. Alsof je met de auto er naartoe rijdt. Met een pentablet is dat niet zo. Je kunt, als ik hieronder zit en ik zit rechtsonder in het scherm en ik wil naar linksboven in het scherm, dan kan ik hem optillen en naar boven bewegen. En dan ben ik daar. En dan is die muis ook in één keer daar. Dus je hoeft niet
te schuiven. En dat zie ik vaak als mensen voor het eerst met zo'n ding werken, is dat ze denken dat het net zo werkt als een muis. Dus dat ze het gevoel hebben dat ze hun muisaanwijzer in het scherm soort van moeten meenemen, helemaal die kant op. En dat hoeft dus niet. Je kunt gewoon optillen en daarheen gaan. Nou, dit alleen al vind ik zoveel winst voor dit tablet, wat ik gewoon heel fijn vind. Wat dan daarbij het volgende punt is, wat je moet weten, is dat je als je zo'n tablet gebruikt, dat je te maken hebt met de tablet-schermverhouding. En dit is iets wat je kunt instellen in de instellingen. En meestal als je zo'n tablet koopt, dan krijg je daar software bij. Vroeger was dat altijd met een cd'tje erbij. Tegenwoordig kun je die waarschijnlijk downloaden erbij. Dan ga je naar de website. Dan moet je eventjes de nieuwste software van het tablet downloaden. En dan kun je in de instellingen van je computer of in een los soort van settingsprogramma van je tablet, kun je dingen instellen. En een van de dingen die je dus instelt is de tablet schermverhouding. Dan hou ik hem even zo. En dan zie je dat hij heeft een soort van vak hier. Hè? Dit is eigenlijk waar die gevoelig is voor aanraking van de pen. En je kunt dus instellen dat dat vak. En volgens mij, je ziet hier ook nog dat hij kleine hoekjes heeft. Hoe is dat moeilijk te zien? Ja, nou, neem van me aan. Hij heeft hier hele kleine hoekjes. Een soort van aanmarkeringen op dit vak. En volgens mij is dat dus, die zijn, dat is eigenlijk de plek waar je hem het meest gebruikt. Dus wat je dus kunt instellen is dat dat stuk van dit tablet, dat dat exact overeenkomt met je scherm. Je kunt dit ook anders instellen. Kijk, stel dat je bijvoorbeeld twee schermen naast elkaar hebt. Dan kun je instellen dat dit overeenkomt met je twee schermen. Dat betekent dus dat je ene scherm dit stuk is en je andere scherm dit stuk. Nou ja, je kunt hier dus even naar kijken van hoe staat hij eigenlijk ingesteld en op wat voor niveau werkt mijn scherm. Omdat je afhankelijk daarvan zijn je bewegingen ook anders op je tablet. Dus daar moet je rekening mee houden. En ik merk ook dat wanneer je dit anders instelt, dat dat ook weer iets aan waar je aan moet wennen. Want ik heb heel lang gewerkt met gewoon één iMac met mijn iMac-scherm. En op een gegeven moment kreeg ik daar een tweede monitor bij. Die kregen we van B&Q cadeau. Van, hey, willen jullie dit niet proberen? Vet leuk. Ik ben het gaan proberen. Nu kan ik nooit meer terug naar één scherm, want nu ben ik verslaafd aan het tweede scherm. Ja. Dat krijg je ervan. We hebben hier ook een video over gemaakt over werken met twee schermen. Is het waard? Inmiddels. Ja. In elk geval, wat ik dus tegenaan liep, is dat ik altijd werk met dit ding. En ik gewend was aan dat dit overeenkwam met mijn iMac scherm. En toen ik dat tweede scherm eraan hing, werd dit opeens mijn twee schermen. Oftewel, de verhouding van de ruimte op mijn tablet was veranderd. Dus ik merkte dat ik de hele tijd een soort van mis zat met die pen. Omdat ik dacht, ik moet hier naartoe voor linksboven. Oh nee, dan nu zit ik al daar op dat scherm. Dus dat is dan weer even wennen. En dat is dus ook, als je voor het eerst hiermee gaat werken, is dat ook wennen van waar op het tablet zit ik, waar op het scherm, zeg maar. Maar dat is dus gewoon een van de dingen die je moet leren kennen, waar je aan moet wennen als je zo'n tablet gaat gebruiken. En dat went snel genoeg hoor. En ik wist het ook toen ik dat tweede scherm ging gebruiken van ja, dat heb je natuurlijk. Daar moet je dan dus nu aan wennen. En dat is oké. Inmiddels ben ik eraan gewend. De volgende tip die ik wil geven is dat gebruik de stylus als een gewone pen. Wat ik nog wel eens zie als mensen hiermee gaan beginnen is dat ze een soort van dit gaan doen. Of een soort van heel moeilijk dit zo aanwijzen of zo. En ik doe het even overdreven. Maar hou hem gewoon vast zoals je normaal een pen vasthoudt. Met ontspanning in je hand. Leg hem gewoon in je hand zoals een pen. En gebruik hem ook zoals een pen. Want als je hier dus al te veel spanning in gaat krijgen, dan krijg je ook misschien wel last van schouders of ellebogen of wat dan ook. Dus ontspan je hand. En doe gewoon alsof het een gewone pen is die je in je hand hebt. Het volgende punt heeft een beetje te maken met het vorige punt. Namelijk dat als je het gebruikt als een gewone pen, dan heb je dus ook het effect dat je hand op je tablet ligt. En dat is iets waar misschien mensen in het begin bang voor zijn, dat ze niet met hun hand de tablet mogen aanraken. En ik wilde maar zeggen, dat mag dus wel. Want je tablet is gewoon ingesteld op dat die werkt met die pen. Dus die raakt niet afgeleid doordat jouw hand daarop ligt. Dus voel je vrij om gewoon je hand erop te leggen. En ook je arm eventueel als je met een blote arm werkt. Dan is het helemaal niet erg dat er gewoon overheen schuift. Het volgende punt gaat nog weer eigenlijk door op de vorige. Namelijk dat je ook tablets hebt die wel reageren op aanraking van vingers. Dit is er eentje die alleen maar op de pen reageert. Dus ik kan hier niet ook nog met mijn vinger dingen doen. Hij heeft wel hier nog dingetjes waar hij met op mijn hand reageert. Maar in principe, als ik hier met mijn vinger iets op doe, doet dat niks.
Het zou kunnen dat hij die functie wel heeft, maar dat ik die altijd uit heb staan. Maar goed, maakt niet uit. Er zijn tablets die helemaal niet reageren op vingeraanrakingen, andere wel. Maar ook bij tablets die wel reageren op handaanraking heb ik gemerkt dat als je gewoon je hand erop legt met je stylus, dat dat niet uitmaakt. Dat hij nog steeds dan snapt, ik moet die stylus gebruiken en niet de achterkant van de hand. Daar hoef ik niet op te reageren. Want ik gebruik bijvoorbeeld heel veel de iPad ook om mee te tekenen. Daar heb ik ook zo'n pen bij. Nou, die iPad, daar kun je gewoon met je vinger natuurlijk ook dingen op doen. En toch, als ik met mijn pen van Apple op mijn iPad werk, dan heb ik geen enkel probleem met dat ik met mijn hand op het scherm zit. Dus daar hoef je nooit bang voor te zijn. Maar het is interessant om te weten wat voor tablet jij hebt en of die wel ook op touch werkt. Want dat kan soms weer extra handige functies hebben. En dat hangt gewoon af van het tablet wat jij gebruikt. Dus check dat zeker wat daar de mogelijkheden zijn, want het kan fijn zijn eventueel. Volgende leuke dingetje is dat vaak bij tablets hebben die pennen ook nog knopjes. Kijk, zie je, hij heeft hier knopjes. 2 zijn het er. Dat hebben ook niet alle stylussen. Zoals mijn pen-tablet bij mijn Apple iPad heeft dat niet. Die heeft geen knopjes. Deze wel. En die kun je dus ook instellen. Die zijn standaard ingesteld bij als je hem hebt gekocht. Maar je kunt dat ook veranderen. En ik had het eerder al eventjes over de software die je erbij moet downloaden als je hem net gekocht hebt. Daar kun je dat instellen. Want daar kun je die tablet-schermverhouding instellen, maar ook wat de knopjes doen. Dus kijk daar zeker even naar wat zijn die knopjes, want ik gebruik dat best wel veel. Bij mij is het nu, ik heb het onderste knopje geloof ik, heb ik ingesteld op rechts klikken. Ja, dat is heel fijn. Als ik ergens rechts wil klikken, dat gebruik ik nogal. Dus dan is het fijn om dat in je hoofd te hebben. Waar ik de andere kant op heb, weet ik eigenlijk niet meer. Dus die gebruik ik een stuk minder vaak. Dan, als we het over knopjes hebben, zijn er nog meer knopjes. Ik liet ze net al even zien. We hebben hier ook nog knopjes in de tablet. En ik moet je toegeven, die gebruik ik niet. Ik zit er wel eens per ongeluk met mijn hand op, merk ik. En dan gaat hij iets doen en denk ik, nee, dat wil ik allemaal niet. Dus ik gebruik die knopjes eerlijk gezegd niet. Ik kan me wel voorstellen dat ze wel heel nuttig zijn. Dus als je nou echt zeg maar goed wil werken en je goede workflow wil krijgen, ga er dan even dieper induiken. Wat is handig om die knopjes op in te stellen? Want ik denk dat dat heel nuttig kan zijn. Maar ja, je moet er even tijd aan besteden. Om nog verder te gaan over knopjes. Je kunt ook nog alles, alle knopjes, de tablet schermverhouding en zo, kun je per programma, soms denk ik afhankelijk van de tablet, kun je verschillend instellen per programma. Dus je kunt bijvoorbeeld, stel dat je Photoshop gebruikt en Word of zo. Dan kun je het zo instellen dat voor Photoshop deze knoppen bepaalde functies binnen Photoshop hebben en in Word een andere functie. Dus dat zijn ook handige dingen die ik ook niet doe. Dus ik moet zeggen, ik vertel je dit zodat je het kunt gebruiken, mocht je dat leuk vinden. Maar weet ook dat ook als je dat soort functies niet gebruikt, is het nog steeds, ben ik fantastisch blij met dit tablet en gebruik ik hem altijd. Dus je hoeft helemaal niet alles te gebruiken hoor. Maar weet gewoon dat het vaak dingen zijn die je wel nog kunt gebruiken bij het tablet. Kan handig zijn. En over de knopjes moet ik ook zeggen, er zit hier één knopje wat ik wel gebruik en dat is deze. Dit is een cirkel en hij heeft een knop in het midden, die ik eigenlijk niet gebruik, maar die cirkel is een soort van scrollmogelijkheid. Dus als ik een Word document open heb, dan gebruik ik deze, of een internetpagina, om te scrollen. Dus dat gebruik ik dan weer wel. En dat kun je ook nog weer instellen dan in de instellingen van die software. Hoe je dat gebruikt en dat het soms ook andere functies kan hebben in andere programma's, dat je dat voor iets anders gebruikt. Ik gebruik dit in elk geval wel om te scrollen. Nou moet ik zeggen, dat werkt niet altijd overal even lekker. Soms vind ik die een beetje irritant. Dan gaat hij te langzaam en dan zit ik zo te draaien. Irritant. Dus ik vind dat niet altijd fijn werken. En ik merk wel dat het eigenlijk daarvoor voor zoiets fijn kan zijn om nog een andere manier hebben om bijvoorbeeld te scrollen. Je kunt het misschien nog op een andere manier instellen op je tablet. Dat heb ik eigenlijk niet geprobeerd. Wat ik meestal doe is of bijvoorbeeld een muis gebruiken. Dus ik heb vaak nog een muis erbij. En scroll ik daarop. Of als ik thuis werk op mijn laptop, dan heb ik ook nog zo'n touchpad erbij. Elke laptop heeft natuurlijk sowieso zo'n touchpadje waar je met je vinger kunt scrollen en zo. En ik heb bij mijn laptop thuis ook nog een losse touchpad erbij. Bij Apple kun je die loskopen. En dan kun je ook die touchpad gebruiken. En zo'n touchpad is heel fijn om lekker op te scrollen. Daarmee kun je wel gewoon vlot scrollen. Dus ik merk dat ik dat soort dingen dan weer op een andere manier doe dan gewoon met de tablet. Want dat is toch wel belangrijk om lekker te kunnen scrollen, zeg maar. Dus kijk even hoe je daarmee omgaat, wat jij fijn vindt.
Ja, want ik ga nu nog even door op dat je dus een muis gewoon ernaast kunt gebruiken. Of een touchpad, wat je maar wil. Ik heb hem dus inderdaad altijd erbij. En gewoon ook aangesloten. Dus weet dat de tablet ook niet het antwoord op alles is in het leven. Het is gewoon voor heel veel dingen vind ik dit handig. Maar er zijn ook dingen waarvoor ik de muis nog steeds gebruik. En dat zit hem ook in dat niet alle programma's altijd even goed samenwerken met de tablet. En ik had het net al even over Premiere, hè, een montageprogramma waar ik altijd mee werk. Premiere over het algemeen werkt prima samen met dit tablet. Maar er is een functie bij het kleurbewerken waar het niet altijd lekker gaat met het tablet. En dan is het soms kan ik net niet precies genoeg dingen doen hiermee. Wat gek is, want je zou zeggen ik heb hartstikke veel ruimte hier op dit tablet. En toch wil daarbij wel eens net niet goed gaan en dan verspringt het te snel. En ik heb gemerkt dat daarbij dan het lekkerder is om even met de muis iets te doen, omdat ik daar soms net preciezer kan werken. Ja, nou ja, het is maar een klein dingetje. Maar zo kunnen er binnen verschillende programma's dingen zijn waarvoor die muis ook nog handig is. Wat ik ook handig vind trouwens aan de muis is dat als ik mijn computer net opstart. Ik weet dat niet iedereen altijd zijn computer uitzet. Ik zet mijn grote iMac op kantoor, zet ik altijd uit als ik wegga hier 's avonds. Dus de volgende ochtend start ik hem weer op. En dan merk ik altijd dat die tablet er altijd even over doet om op te starten. Dus ik kan niet meteen met die pen aan de slag. En als ik ben heel ongeduldig en ik wil gewoon meteen starten met dingen. Dus zodra er iets opent, zeg maar het scherm zich opent, dan wil ik gewoon dingen doen. Dus dan ga ik meestal met mijn muis gewoon beginnen van oké, ik ga alvast 6 programma's openen. En dat doe ik dan met de muis. Ja, dus daarvoor heb ik ook de muis erbij, omdat die gewoon sneller meteen reageert. En dat is fijn. Nog een heel belangrijk punt. Dit heeft niet zozeer te maken met leren werken met de tablet, maar wel, dit wil ik je wel even meegeven. Deze pen is wel gevoelig. Dus laat hem niet vallen. Dat is eigenlijk het punt dat ik hier wil maken. En ik doe dat natuurlijk wel ook. Want ja, zo zijn we gewoon. En je legt hem neer op de rand van je bureau en hij rolt eraf en valt weer op de grond. Ja, irritant. Dit is volgens mij nu mijn tweede of derde pen. Misschien wel mijn... Nee, derde. Ik denk de derde. Want je kunt ze wel gelukkig los bijkopen, maar die zijn dan weer €100. Heel vervelend. Dus gewoon niet laten vallen. Want op een gegeven moment ze vallen uit elkaar en dan kun je het wel weer in elkaar zetten. Maar op een gegeven moment gaan ze steeds meer gammelig worden en dan werkt het weer niet lekker en zo. Dus ja, niet laten vallen. Dit is het allerbelangrijkste. Gewoon zorg dat hij niet van je bureau afrolt en zet hem netjes in zijn houdertje. Laatste punt waar ik het nog over wil hebben is dat je dit puntje waarmee je dus eigenlijk je scherm aanraakt, dat kan slijten. Bovendien zijn er verschillende soorten puntjes die je kunt gebruiken voor verschillende programma's. Er zijn vooral bijvoorbeeld kunstenaars die willen tekenen in Photoshop. Die zeggen ik wil een ander soort puntje die bijvoorbeeld zachter is of zo. Dat heb ik eerlijk gezegd nog nooit gedaan. Maar goed, weet dat je hebt andere puntjes. Dus je kunt hem er ook uithalen. Nou moet ik zeggen dat ik eigenlijk niet weet hoe. Misschien moet je hem dan eerst openmaken. Goh, ik doe dit dus nooit. In elk geval, je hebt dus als je zo'n tablet koopt, krijg je al gratis puntjes erbij. Als je de vorige video hierover hebt gekeken, dan weet je dit al. Maar hier zitten dus extra puntjes. Nips heet dus ook wel. In verstopt. What? Je kunt deze opendraaien. Ik heb dit ding al 10 jaar langer. Ik heb dit pas na 7 jaar ontdekt of zo. Dat is echt grappig. Ik was in de vorige video. Dat is echt hilarisch. Goed, je kunt hem openmaken. En daar zitten extra nips verstopt. En er zijn er ook zoveel dat ik denk, ik moet dus een andere nip erin doen. Kijken of dat wat toevoegt. Ja, ik vergeet dit dus altijd. Dat dit kan. Ook omdat ik dus inderdaad niet weet hoe ik hem nou eruit zou moeten halen. Gaan we na de video doen, Riske? We gaan dit nog uitzoeken. Dan komen wij terug. Of misschien als jij dit weet. Laat het ons even weten. Ja, dit was de laatste tip die ik je graag wilde geven hierbij. Altijd goed om dit soort geheimpjes ook te weten. Ik hoop dat deze video je gaat helpen bij het beginnen met werken met zo'n tablet. En dat je er net zo van gaat genieten als wij dat doen. Want wij zijn echt, we willen nooit meer zonder. Dit is gewoon echt de fijnste manier om te werken, om te monteren, om foto's te bewerken, wat je ook maar wilt doen. Dus ja, laat ons vooral je ervaringen ook hierover weten in de reacties hier onder deze video. En voor nu zeg ik dankjewel voor het kijken en tot de volgende.